Yo, Nintendo fans! Ik heb het koud. Zelfs mijn controller is koud. Wat gebeurt er? Waarom is het zo koud? Mag ik een duimpje omhoog voor mijn outfit? Laat in de comments weten welk cijfer jij mijn outfit geeft. Ik verwacht alleen maar 10. Vandaag gaan we weer naar een titantje toe. We gaan naar de Lurking Steel Titan. Let's go! Moet ik hier naar boven? Ik denk het wel. Ik denk dat ik misschien toch niet via deze kant moet. Oh, maar mijn telefoon gaat. Yo, Rikachu! Ergens in deze mijn is de Lurking Steel Titan. Hij is ontzettend groot en heel lang. Oh, en daarom moet ik even denken. Sommige van jullie zijn al heel lang niet geabonneerd. Dat kan ik gewoon zien. Dus als je me wil helpen, druk op dat abonneerknopje en zet belletje aan. Deze Pokémon blijft graag verstopt, maar is die snel? Als dat zo is, dan moet je gewoon via jouw Pokémon moet je op de rug van je Coridon er naartoe gaan. Ja, ik ben onderweg, Matty. Ik ben onderweg! Volgens mij is dit niet de bedoeling, jongens. Wow, mega veel Tauros is daar, man. Okay, weet je wat? We nemen een andere weg. Wat is dit voor een gekke Pokémon? Is dit een Pokémon? Dit is een Pokémon. Yo, wat ben jij dan? Je bent een of andere gek bosje. Flamethrower! We gaan bosje verbranden. Hey, deze ga ik niet vangen, man. Deze is echt kapot raar. Het zal wel een ghost-type Pokémon zijn. Dat moet haast wel. Hier is er nog één. We gaan alle bosjes verbranden. Let's go. Bramblin. Later Bramblin. Ik voelde dat ik nog een beetje moest gaan trainen. Dus ik begon te battelen tegen Pokémon trainers. Bijvoorbeeld Dario de Pokémaniac. En die kwam opeens met een Gyarados. Ik raakte hem gelukkig met 5 keer Bullet Seed. Zijn waterval was toch best wel goed. Dus ik switchte naar mijn vogel. En nadat ik door een ijsveen werd geraakt, was het toch klaar met Gyarados. Een stukje terug stond nog een Pokémon trainer. En die had het Oinkalong. Maar mijn Scovillain die heeft toch een beetje moeite. Dus hier moest Tauros even helpen. Scovillain leert Headbutt in plaats van Bullet Seed. En ook de andere versie van Oinkalong die werd verslagen. Want dit is het vrouwtje. En daarnet zag je het mannetje. Hier beneden stond nog een andere trainer. Dus ik had mijn Scovillain weer helemaal ready gemaakt. Maar die moest tegen een Stonjourner. Ik keek wat Razorleaf ging doen. En daarmee zou ik hem 3 keer moeten raken. Maar toen kwam er een Rocktomb waarbij ik bijna kapot ging. Maar gelukkig lukte het toch. Laten we Scovillain eens even onder de loep nemen. Scovillain is in 3 battles 3 keer bijna dood gegaan. Dat gaat niet helemaal lekker, jongens. Dit zijn zijn stats. Is niet per se heel slecht volgens mij, als ik het vergelijk met mijn andere Pokémon. Alhoewel, de defense is toch wel het laagste van heel mijn team. Behalve de defense van Kylo Wattrell. Nou, de defense van Clotsire is ook nog net iets zwakker. Maar die heeft natuurlijk superveel HP en hij heeft ook niet zo heel veel HP, Scovillain. Ik twijfel heel erg of Scovillain erg nuttig gaat zijn in mijn team, maar ik vind hem er zo leuk uitzien. Alleen daarom wil ik hem eigenlijk al gewoon in mijn teampie hebben. Even kijken waar we naartoe moeten. Ze moeten boven de berg zijn, denk ik. Nog meer van die gekke bosjes. Yo, wat is dit voor gekke stofzuiger-Pokémon? Dat is de voorkant van die auto's. Yo, deze is wel gek, man. Varum heet hij ook echt. Ik denk dat het een Steel-type is. Ik denk dat ik hem nu in 1 keer kapot maak, eigenlijk. Ja, oké. Ja, nou, dat was wel te verwachten. Zo te zien is hij niet heel goed. Als ik keek hoe weinig XP ik daarvoor kreeg, dan lijkt het me niet zo'n hele goede Pokémon. Kijk, hier is hij nog een keer. Welk level is die? Level 23. En die ga ik ook gewoon in 1 keer kapot maken, toch? Ja, Steel en Grass-type Pokémon, die hebben echt geen kans tegen Scovillain. Level 25 ben ik geworden. Waar ben je dan, Titan Pokémonnetje? Je bent zeker daar ergens boven. Oké, waar moet ik naartoe? Die gangen door misschien. Wat gebeurt er als ik hier doorheen ga? Wat is hier? Wat is hier? Wat is hier? Ja, ik ben er blijkbaar. Wow, is dat hem? Ben jij het? Yo, mega worm Pokémon. Waar ben je? Daar is die. Dit is super cool. Hallo? Wow. Jij bent best wel vet. Wat een grapjas. Hij is super blij. Kijk hoe blij die is. Kijk hoe hij een super vrolijk, lief Pokémonnetje. Ja, hij is wel een beetje groot. Oortworm, de Lurking Steel Titan. Kom met Iron Tail, wat not very effective is. Maar mijn defense gaat wel naar beneden. Ik doe Flamethrower. Let's go, let's get him. Oeh, bijna in 1 keer kapot. Another Flamethrower. Oh nee, nee, headbutt me niet. Ik heb zo weinig HP. Dit is niet cool. Oké. Hij is burned. Maar hij is sowieso... Hij gaat nu wegrennen weer. Al deze tijd is gaan elke keer wegrennen. Kijk, zie je? Wegrennen. Bah, boos. Kapot boos. En hij gaat door de nieuwe gang. Ik ga hem achtervolgen.
Ik ga er achteraan, jongens. Eerst healen. Misschien heb ik gewoon een heel laag procent Scovillain te pakken. Misschien is die voor mij gewoon niet zo goed. Misschien is het wel een hele goede Pokémon. Maar misschien heb ik zo'n zwakke. Ik heb dat ook een keer gehad met Greninja. Daarom ben ik geen fan van Greninja. Ik heb dus een keer een playthrough gedaan met Greninja. En hij ging elke keer maar dood. En weer en weer en weer. En toen eindstand, toen ik de game heb uitgespeeld, ging kijken hoeveel procent die was. Was het echt een 12% Greninja. Die was zo slecht. Maar anyway, Oortworm. Kom eens hier, vriend. Waar ga je nou weer naartoe? Oortworm! Hier komen nou. Ik vind hem wel echt heel leuk. Ik ga niet liegen. What up, Oortworm? Oh, ga je nou weer weg? Blijf even staan, jongen. Blijf nou hier. Kom nou. Kom nou. Oké. Ja, daar. Ja, hij gaat weer van die kruiden eten. Wedden? Gaat hij zichzelf weer sterker maken? Ja, zie je hem lekker smikkelen? Yo, Arvin! Ja, ik heb de Titan weer gevonden, jongen. Kom je helpen? Hij zegt, dat is de Lurking Steel Titan. En hij is, oh, hij is kapot lang. Ik denk dat onze kleine vriend nu nog pittiger is nadat hij al die kruiden heeft gegeten. We moeten dit samen doen, Rikachu. Let's go, Arvin. Let's go. Laten we dit samen doen. Dan mag jouw Pokémon de klappen opvangen. Dan gaat mijn Scovillain het overleven. Terrestrializer! Oh, heb je een Toadschool? Wat is een Toadschool? Is dat een Tentacool? Nee, zag ik dat nou? Wat cool. Een Tentacool die kan lopen. Die wil ik hebben, man. Die wil ik hebben. Die is kapot vet. Oh, nee. Ik word een Grass-type. Ik word een Grass-type. Ik zat weer niet op te letten. Ik had liever een Fire-type geworden. Nou ja, oké, Grass-type. Ik ga gewoon flamethroweren. Gaat alsnog goed. Hij gaat supersonicen. Of we gaan Toadschool doet supersonic. En Oortworm is... Nou ja, die is in de war. Die is helemaal de weg kwijt nu. Ik word wel geraakt door de zandstorm. Kijk deze Toadschool. Die moet ik hebben. Die is echt te leuk. Hij doet nog een keer Sandstorm. Jij hebt al Sandstorm gedaan, jongen. Hier, nog een flamethrower. Ja, dan is het al klaar. Dit ging makkelijk. Volgens mij had ik deze Titan misschien iets eerder moeten doen dan. Ik ben te sterk voor deze Titan. Lekker, man. Ja, maar jij bent best wel cool, man, Oortworm. Ik ga niet liegen, jij bent echt cool. Lekker gedaan, Scovillain! Met je peperhoofd. Twee Pokémon leveltje omhoog. Daxbun wil Baton Pass leren. Nee, gaan we niet doen. Daar heb ik niks aan. Yo, we gaan weer kruiden vinden, Arvin. En toch vind ik dat er in deze generatie best veel leuke nieuwe Pokémon zitten. Ik bedoel, Scovillain is vet. Daxbun en Fiddo zijn leuk. Die Oortworm die we net zagen is cool. Er zijn veel meer coole Pokémon. Ja, daar zijn weer kruiden. Dit zijn zoute kruiden. Die zijn goed voor de hersenen. Oh, en ook voor zwakke spieren. Kijk, dit vinden we lekker broodje. Dit zoute broodje is top zo te zien. Ook weer een stukje voor Coridon. Ja, en een stukje voor Mabostiff, jongen. We doen dit eigenlijk allemaal voor Mabostiff, hoor. Mabostiff is gewoon de MVP. Wow, daar gaat hij weer. Hij heeft er weer een nieuwe kracht bij gekregen. We kunnen nu hoger springen. Lekker, man. Weer lekker gegeten, Mabostiffy. Oh, je ging bijna opstaan. Je ging bijna opstaan. En hij maakte een geluid inderdaad, Arvin. Hij deed... kan je dat nog een keer doen? Maak ze nog zo'n geluid? Ja! Mabostiff komt tot leven! Super nice! Oh, hij wordt gewoon emotioneel. Arvin moet een beetje huilen, want het gaat beter met Mabostiff. Ik spreek het echt heel Nederlands uit trouwens, hè. We worden weer gebeld door professor Seda. Die gaat waarschijnlijk weer even vertellen dat Coridon nu veel meer kan. We kunnen nu hoger springen. Woep, 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 woep. Zo, dan gaan we gelijk even uittesten. Zo! Lekker, man. Nu kunnen we gewoon hier bovenop springen. Heel nice. Vaka Oortworm. Gooi Pokémon erop. Let's go! Pokebattle! Ik ga bite doen, want ik wil hem niet in één keer verslaan nu. Oh, dit gaat heel langzaam. Oké. Ik krijg modderklap. Ik ga gewoon een Great Ball gooien. En dan gaan we kijken of we hem kunnen vangen. Ik vind hem namelijk wel leuk, jongen. Ga jij lekker bulldozen? Dan gooi ik nog een Great Ball. Let's go, let's go. Kom maar gewoon, je Oortwormpie. Niet zo lang. Doe nou niet. Oké, Quaxwell. Kan je even helpen? Er lopen daar trouwens Larvitars. Ja, het is dat dit een Paldea-only challenge is. Ik wil dus alleen maar Paldea-Pokémon gebruiken. Anders had ik die Larvitar hier wel even meegenomen, hoor. Stel je voor, gewoon een Tyranitar in het team. Oh, dat zou wel heel sick zijn. Maar ja, dat mag niet voor deze challenge. Misschien kunnen we de Paldea-Pokémon... Ik bedoel, de Dragon-type Paldea-Pokémon ook ergens vinden. Dan kunnen we die misschien wel in het team doen. We hebben hier in ieder geval een Oortwormpie. En ja, er gaan weer twee Pokémon de level omhoog. Maar dit is die. Als die wordt aangevallen, dan pakt hij al zijn armen erbij en dan stompt hij zijn tegenstander. Dus het is een Steel-type Pokémon. Steel-type Pokémon zijn wel nice. Maar Oortworm, die evolueert niet.
En dat vind ik dan toch altijd jammer. Dus sorry vriend, je gaat niet in mijn team. Laat even weten in de reacties als jij vindt dat Orphorm er wel in moet. Oké, jongens, in de volgende video gaan we hier naartoe. Naar de Poison Crew Base. Nou, als je dat wil zien, dan weet je wat je moet doen. De duimpjes omhoog, zodat ik weet dat jullie nog steeds kijken. Abonneren, zodat ik ook weet dat jullie dit leuk vinden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!